Jolanda van Nijs in Arnhem. Ik ben Desiree Stokkel. Het is 24 november 2013, 9:45 in de ochtend. Ik heb het Kremlin en Teheran gevraagd om je zoon Robin van Dolderen te lokaliseren in Syrië. Nu gaat het volgende gebeuren. En stoelriemen vast. Jouw zoon hebben ze moedwillig, de Nederlandse overheid heeft jouw zoon moedwillig laten afreizen naar Syrië voor spionage. Dan kunnen ze hem tot dubbelspion maken en gebruiken voor hun kwaadaardige lobby die loopt via het internationaal strafhof. Dat is een lobby die regelt wie er oorlogen mogen starten, wie er mensen mogen vermoorden en wie er gestraft moeten worden. Nou, die lobby is totaal uit de hand gelopen. Je weet niet meer wie je vriend is en je weet ook niet meer wie je vijand is. Die lobby loopt in Syrië natuurlijk via Rusland en via Iran en alle andere landen, via de ambassades in Nederland. Dus de Nederlandse overheid heeft jouw zoon opzettelijk naar Syrië laten gaan, omdat ze hem dan kunnen uitpersen als spion. Ze hadden hem kunnen stoppen, dat willen ze niet, omdat de personen die lobbyen achter op het ICC, die Hague Security Delta platform, heel erg veel mensen hebben vermoord, heel veel slavernij regelen, mensenhandel regelen en daarmee verder willen gaan. Degene die in Nederland de nationale veiligheid zouden moeten waarborgen zijn ook degene die dus de oorlog regelen en dus schending van mensenrechten regelen en daarvoor belastinggeld krijgen. Nou, dat weten de Russen en dat weten de Iraniërs. De Russen en de Iraniërs zijn twee aparte verhalen. Iran had 6 jaar geleden al een heel machtig land op de wereld kunnen zijn. Ze hadden mijn rechtszaak, ze wisten wie ik was en ze hadden tegen iedereen kunnen zeggen: wij weten dat er een rechtszaak ligt tegen Nederland bij het internationaal strafhof. In 2008 heb ik Obama en het Kremlin om hulp gevraagd ervoor te zorgen dat het ICC werkt als eerlijke rechtbank. In 2011 heb ik Obama, Clinton, Cameron, Poetin, Medvedev en nog een paar anderen aangeklaagd bij het ICC op grond van het Volta-verdrag, omdat ze bewijzen dat zij willen dat het ICC een moordwapen is in handen van alle presidenten. Zij weigeren het ICC te dwingen het statuut van Rome, VN-verdrag en alle andere mensenrechtenverdragen uit te voeren. Dat hebben ze bewezen door mij te negeren. Nou, dat is bekend in Syrië. Dat is bekend bij Al-Qaeda. Dus Iran had 6 jaar geleden al een machtig en rijk land kunnen zijn en had die hele gekte rond het Iraanse nucleaire programma de grond in kunnen timmeren met de waarheid over de werkwijze van het internationaal strafhof. Dat hebben ze niet gedaan. De Russen zijn begonnen met het ICC te gebruiken als eerlijke rechtbank toen zij een rechtszaak startten tegen Georgië. Maar omdat ik ze te slim af was in 2011 en ze dus op grond van het Volta-verdrag heb aangepakt en heb gezegd van nu bewijs ik dat jullie willen dat het ICC een moordwapen is, zijn de Russen ook het ICC gaan saboteren. We leven nu sinds oktober 2013 in een wereld waarin alle presidenten hebben bepaald dat ze het internationaal strafhof zullen negeren. En dat doen ze omdat ze weten van elkaar dat ze massamoord organiseren. En daar willen ze mee doorgaan. Dus die situatie is ontstaan vanuit de Afrikaanse Unie. De Afrikaanse Unie heeft in oktober 2013 geëist dat Afrikaanse leiders dezelfde privileges krijgen binnen het ICC als de westerse leiders hebben. De situatie is dus nu zo dat Afrika mede bepaalt wat er wel of niet in het ICC gebeurt. En dan moet het ICC natuurlijk een toneelstukje ophouden, want ze zijn ooit eens begonnen te roepen dat ze een rechtbank zijn. Dus de situatie is dat al die zwarten die nu voor de rechter worden gedaagd binnen het ICC, gewoon de pispaal zijn, die worden geofferd voor als dekmantel voor de moordenaarspraktijken van alle presidenten en alle ambassadeurs
die lobbyen via het ICC. Dus ook Rusland wil dat het ICC geen vredebrenger is. Nou, dat weet Assad, president Assad in Syrië, dat weet Al-Qaeda en dat weten alle NGO's. Dus, als ik als Nederlandse vrouw die rechtszaak tegen Nederland is gestart bij het ICC bewijs hoe crimineel die presidenten binnen het ICC zijn en ik stuur ze dan een e-mail waar ze niet onderuit komen, namelijk ik wil dat jullie Robin van Dolderen lokaliseren en terugsturen naar Nederland, dan krijg je dat ze allebei gaan handelen vanuit hun eigen belang. Nu hebben de Iran, Amerika en Rusland dit weekend een pact gesloten. Er is een soort nucleair programma in Iran tot stand gebracht. Wat dus de sancties verzacht voor Iran. Ik denk wel dat die nieuwe president van Iran wat nuchterder is en wat normaler functioneert en wat menslievender is. En dat hij dus ook meer economische voorspoed zal brengen. Maar het feit blijft dat ze allemaal het internationaal strafhof als chantagemiddel houden buiten de camera's om. En dus ook als pressiemiddel gebruiken tijdens al die onderhandelingen. En dan is er weer zo'n akkoord gesloten. En dan komen ze als helden in de media. Wij hebben een nucleair akkoord met Iran en Amerika. Poetin houdt Amerika uit de cel van het ICC. Poetin is zijn eigen graf aan het graven. En ook dat weet Assad en dat weet Al-Qaeda. Poetin laat Rusland achter in een hel. Ik hoop dat er tijdens Sochi over een paar maanden niet te veel mensen sterven. Maar het zou me dus echt niet verbazen als daar iets instort wat tot een gigantische ramp leidt. En daarop volgend dus weer terrorisme tot stand brengt. Dus wat je krijgt is dat het verzoek van mij om jouw zoon te lokaliseren en terug te sturen naar Nederland door de Nederlandse politiek zal worden gebruikt om zichzelf te presenteren als helden die dan dankzij de ambassades van Rusland en Iran, die dankzij het Kremlin en Teheran het voor elkaar hebben gekregen jouw zoon te lokaliseren en terug te halen naar Nederland. Je krijgt dus dat de meesteroplichter en dubbelspion zijn vaardigheden in kwadraat verfijnd. Dus ze worden met z'n allen nog crimineler. Dit is nu precies waardoor het geweld in 2014 toeneemt. Het systeem dat ik je nu uitleg. Dus je moet erop voorbereid zijn dat je Timmermans, dictator Timmermans, aan de telefoon krijgt en dat hij tegen jou zegt, ja, dankzij Rusland en Iran hebben we je zoon gevonden en hij komt naar huis. En we gaan hem helpen. Nou weet je, ik mag nu niet zeggen wat ik denk. Ik ga het ook niet doen. Maar als je het woord helpen hoort, dan moet je daar onmiddellijk zo'n diamanten wal voor laten vallen. Het woord helpen is, wij gaan hem uitbuiten, vernietigen en we maken hem onderdeel van de AIVD, MIVD, CTIVD. Die via het internationaal strafhof regelen dat ik vermoord moet worden. En die dus de hele spionagewereld intensiveren. Wat jij nog niet weet is dat we in 2014 een explosie aan geweld krijgen in onze bureaucratie. We hebben de mediabureaucratie. Dat is het lulverhaal wat de media en de politiek samen genereren dag na dag. Dat is het verhaal op grond van waarvan jouw zoon dacht dat hij naar Syrië moest afreizen. En dan hebben we die gewelddadige bureaucratie die ik zojuist in één celletje aan je heb uitgelegd. Nou, dat is maar één celletje. En dat ene celletje gaat in kwadraat en kwadraat gaat weer in kwadraat. In 2014 krijgen we de situatie dat de gewelddadige bureaucratie het geweld niet meer kan verbergen voor het volk. Als je teruggaat naar mijn dossier, over een maand heb je het wel in je systeem zitten. Ik verwacht echt niet dat je dat nu aan kan. Over een maand zal je begrijpen wat ik zeg. Vorig jaar en dat jaar daarvoor heb ik heb heel veel e-mails gestuurd al vanaf 2008 aan het Kremlin. Ik heb al die oorlogen voorspeld. Nou, ik maak ongeveer een anderhalf jaar video's.
Ik heb altijd weer uitgelegd hoe de verdere escalatie zich voordoet. Als je al mijn video's bekeken hebt, dan weet je dat ik in elke video iets toevoeg en dat dat pas maanden later realiteit in de samenleving wordt. Dus ik ben nog altijd een toekomstbrenger. Ik zit nog altijd op het pad dat ik kan voorspellen wat er in de bureaucratie gebeurt. Dat is een gruwelijke vaardigheid, maar ik heb geen keus. Dus wat er nu gaat gebeuren, is dat de elite moordenaars die in 2013 nog de mogelijkheid hadden om stiekem een stichting te openen, stiekem een andere baan aan te nemen, dat niet langer stiekem kunnen doen. En dat komt mede door NSA, maar dat komt ook door het feit dat die lobby die zich de afgelopen 7 jaar heeft opgebouwd, te chaotisch is. Ik schreeuw dat al heel lang, en dat ontdek je dus als je mijn video's bekijkt, mijn e-mails leest. De voortgang die er in het bouwen van die lobby zit, die komt tot een explosie in kwadraat. Dus degene die nu nog door de media worden geroemd als specialisten, terrorismebestrijding, of als veiligheidsagenten, of wat dan ook, die komen volgend jaar niet meer weg. Die kunnen dan niet meer stiekem een ander baantje aannemen, ergens op dat lobbyplatform. Omdat er te veel mensen boos worden. En die boosheid die zal nog steeds op zwak begaafd denkniveau plaats hebben. Dat is niet een boosheid die wordt omgezet in het Folterverdrag, Grondwet, Mensenrechtenverdragen en andere wetten die van toepassing zijn in je dossier. Dat zou wel het juiste systeem zijn, maar zo willen mensen nog niet werken. Dus wat je krijgt is een toenemende explosie van slavernij, een toenemende explosie van machtsmisbruik. En dan krijgen mensen dus stukjes machtsmisbruik over zich uitgestort waar ze helemaal beroerd van wordt. En jij moet er nu op voorbereid zijn dat je in 2014 helemaal gallisch wordt van de burgemeester, de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij komen met één of ander lulverhaal over het gedrag van je zoon en over met een hulpprogrammetje wat erop bedoeld is om jou rechtenloos te maken en tot slaaf te maken. Oké, meisje, ik stop maar, hè. Want jij moet het nog allemaal verwerken. Ik lig 7 jaar op je voor. Ja, dit is het voor vandaag. Ik kom niet verder. Oké, Robin, die andere video is 30 keer bekeken. Ik weet dat Al-Qaeda hem al lang in het Nederlands bekeken heeft. Dat was gisteren natuurlijk al. Dat gaat heel snel, dat weet ik. Ik hoef ze niet te e-mailen. Ik e-mail geen moskees momenteel. Ik e-mail geen kerken. Dus ik weet gewoon dat dat allemaal heel snel gaat. Ik kan niet controleren wie mijn abonnees zijn op het YouTube-kanaal. Ik doe daar ook geen moeite voor. Want ik ga ervan uit dat alle veiligheidsdiensten in mijn computer zitten. Dus weet je wat? Zoek het allemaal maar uit. Oké, ik sluit. Dag.